Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 oktober 2015. Dit is het bulletin van donderdag. De stem is nog steeds niet helemaal gestroomlijnd sinds de griep, maar dat komt ongetwijfeld wel weer in de plooi. We beginnen met het nieuws. In de VS is gisteren 30 september het Hurricane Watchnet geactiveerd voor de Hurricane Joaquin. Het net gebruikt overdag 14,325 MHz en 's nachts 7,268 buiten de Europese 40 meter band dus. Voorspellingen zijn bij dit soort weersystemen onzeker, maar de hurricane neemt steeds in kracht toe en zou bijvoorbeeld aanstaande zondag al in North Carolina aan land kunnen komen. In de staat Virginia is hierom op dit moment al de noodtoestand uitgeroepen. PA3 Alpha November Golf heeft op zijn site pa3ang.nl een beschrijving staan van een compacte loopantenne, de Wonderwand Tunable Loop voor de FT817. De antenne bestaat uit twee delen, zo schrijft Johan, de aanpassingsunit en een stuk koperdraad van een meter. Mooi afgewerkt en de aanpasunit lijkt op die van de Miracle Whip en dan bedoel ik niet de fameuze mayonaise. De unit past perfect op de PL259 coax aansluiting aan de achterkant van de 817 en de afstemknop blijkt daarbij goed bereikbaar. Thuis meteen even uitgeprobeerd en met de afstemhulp van HUK Electronics kan ik moeiteloos de loop op de juiste frequentie afstemmen. Overigens gaat het laatste ook prima op het gehoor op maximale ruis. In de praktijk werkt de antenne prima, zo gaat Johan verder. Uiteraard moet je qua zender geen spectaculaire dingen verwachten. Ik gebruikte hem vooral voor het luisteren naar de diverse vakantierondes op 40 meter. En dat ging vanaf de vakantielocatie bijzonder goed. Weinig tot geen storing en ja, geen draadantenne, dus ook geen QRM van de XYL, al dus PA3ANG. De speciale versie van de ID51 voor het ICOM-jubileum, de ID51 Plus, was een zo groot succes dat het bedrijf heeft besloten een nieuwe reeks van deze apparaten met de hogere datasnelheid bij DISTA en in een aantal verschillende kleuren te produceren. De nieuwe serie werd geïntroduceerd op de Tokyo Ham Fair 2015 en is momenteel te koop. Southgatearc.org bericht over een Make Magazine artikel over het Satnos satellietgrondstation project onder de titel Bouw je eigen satellietgrondstation. Make Magazine publiceerde eerder onder andere al artikelen over hoe je bijvoorbeeld een Raspberry Pi kunt gebruiken als stereo FM zender. Linkjes naar het artikel en naar nog wat andere zaken rond het artikel zijn te vinden straks op panelete.nl. In de mediatheek van de ZDF, de Duitse televisiezender, onder andere beschikbaar via Kodi en XBMC en via internet, is er momenteel een documentaire serie te zien, Terra X genaamd, die ook voor radioamateurs erg interessant is. De serie gaat onder andere over de begintijd van Marconi en de achtergronden van hoe de vroege pioniers elkaar beconcurreerden. Het programma Terra X is te vinden in de ZDF mediatheek, zoals ik al zei. Deutschlandfunk heeft verder een audioportret van de Duitse high-end seinsleutelfabrikant Scheunemann. Linkjes naar deze reportages zijn zo dadelijk ook te vinden op pa0ete.nl. Ja, vanavond trouwens maar eens kijken hoe dat zit met die voorspelde goede condities op VHF en UHF tot aanstaand weekend. Het lijkt er overigens op dat PI2NOS er een zender bij heeft. De relaisgroep doet daar nog enigszins geheimzinnig over. Daar hebben ze vast een aanleiding voor. Dus ik zal maar niet te veel bij ze aandringen. Goed bezig in elk geval die mannen. Duidelijk is dat van Arnhem en Nijmegen tot in Zuid-Limburg en Vlaanderen het signaal een flink stuk beter is. Maar goed, het kan alsnog natuurlijk zijn dat het allemaal van de goede condities is. Morgen vrijdag in de PA00 nieuwsuitzending, in het Duitse gedeelte trouwens het tweede deel van de reportage over het evenement QRP aan der Zee, gemaakt door Michael DL9LBG voor Radio DARC. Hierna volgt PD4 ROB's eigen visie op het elektron. Wat later dan de Newtoniaanse mechanica is er gezocht naar energiewinst uit scheikundige reacties. Dit heeft geleid tot de wetten van de thermodynamica. Een van die wetten is de wet met betrekking tot behoud van energie. Deze houdt in dat de hoeveelheid energie in het heelal wel onderling kan transformeren en leiden tot alle chemische reacties die binnen het periodiek systeem van de scheikunde mogelijk zijn, maar niet tot energiewinst leiden. Met andere woorden, wil je energie opwekken door chemische reacties, dan zul je er minstens zoveel energie in moeten stoppen als dat eruit komt, of erger nog, meer zelfs. Denk aan het rendement van een stoommachine of een verbrandingsmotor die altijd minder dan 100% is door warmteverlies en mechanische weerstand. Dus wederom mispoes. Binnen de thermodynamische wetgeving die geldt op moleculair en atomair niveau is vrije energie niet mogelijk. In deze redenering is wind, water en zonne-energie buiten beschouwing gelaten, hoewel dit mijns inziens wel degelijk ook vrije energie is.